Nou, we blijven nog even in Amerika. We gaan verder met een bekende uit de politieke Kennedy-familie. Robert F. Kennedy Jr. kondigde afgelopen week aan zich verkiesbaar te stellen voor de komende presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten. I've come here today to announce my candidacy for the Democratic nomination for President of the United States. My mission over the next 18 months of this campaign and throughout my presidency will be to end the corrupt merger of state and corporate power that is threatening now. Is threatening now to impose a new kind of corporate feudalism on our country, to commoditize our children, our Purple Mountains majesty, to poison our children and our people with chemicals and pharmaceutical drugs, to strip mine our assets, to hollow out the middle class and keep us in a constant state of war. We zagen Robert F. Kennedy Jr. Hij praat wat moeilijk, Marcel. Yep. Van Zilfhout kijk ik even aan. Hoe komt dat? Ja, het is gewoon een triest. Ik weet niet waar hij in zijn leven dat heeft gekregen. Hij heeft een zogeheten spasmodic dysphonia. Nou, dat hoort dus inderdaad, hè? Het dysfonisch. dat zijn in zijn strottenhoofdspieren zijn verstoord. En dan krijg je dit spraakprobleem. Dus misschien krijgen we eerst een gehandicapte in Amerika als president. Dat is ook alweer heel emanciperend. Nee, het is natuurlijk wel heel erg zonde. Want iemand, als je luistert naar wat hij zegt, dat gaan we zo misschien nog wat meer dingen zien. Het is een fascinerend personage. Ik volg hem langer. Ik volgde hem eigenlijk al enigszins in de jaren 90. Ik weet niet of jullie het kennen, Dark Waters, DuPont, hè, die chemicaliën. Mark Ruffalo. Shit, dat is een waanzinnige goede film over verschenen. Hij heeft natuurlijk meerdere bestsellers op zijn naam staan. De vorige keer heb ik hier al gesproken, hè, over hij zit achter Fauci aan. Het is gewoon een heel bijzonder mens. Hij is een natuur- en milieu. Beschermer van het eerste uur. Hij heeft heel veel zaken op zijn naam staan. En in de jaren nul komt hij ineens via de Children Defense organisatie... komt hij op het thema van het autisme. Dat heel erg snel groeide en andere problemen bij kinderziektes. Waardoor ze toch wel vermoeden hebben, laat ik het even veilig zeggen. Hij is niet meteen anti-vax, maar hij heeft dus gewoon kritische vragen gesteld. En toen is hij in die wereld gedoken van die vaccinaties. Dan komt hij Fauci tegen en... Het is niet de eerste de beste. Het is de zoon van de vermoorde Robert F. Kennedy senior. He, die was nog maar 2 maanden presidentskandidaat. En zijn oom, dat kennen we natuurlijk allemaal. He? Ja. De beroemde Kennedy die omver is geschoten. Dus moet je nagaan dat je net en hij was 8 jaar, meen ik. Dus zo'n familie komt met zo'n geschiedenis. Hij weet heel veel dus van de achtergronden die daar waarschijnlijk hebben gespeeld. Waarom denk je dat het zo belangrijk is dat hij zichzelf kandidaat heeft gesteld? Ja, ik vind het echt waanzinnig historisch. Ik hoop zo dat mensen hem gaan ontdekken en gaan waarderen. Hij was bevriend. Tucker Carlson heb ik al gezegd. Het is iemand die echt in de gaten heeft. Hij komt best wel overeen met wat Trump zegt op een aantal. Ik weet niet eens hoe hij zal bekijken. Hij is wel een democraat. Hij is democraat. En dat maakt het interessant. Want inmiddels is het duidelijk. Dat hoorde ik trouwens ook bij Redacted. Ik weet niet waar ze het vandaan hadden. Maar dat 14% van de Biden-stemmers nu al, want hij is nog maar net, op hem gaan stemmen. Dus die hebben eindelijk dus een alternatief om niet Trump mee te gaan, maar in het democratische, linkse, wat is links in Amerika? Goed. In het minder rechts, zou ik maar zeggen. Kamp te kunnen blijven. Ja, fascinerend. Het is, we zullen zoveel zien wat hij nog meer te zeggen heeft. Maar hij wil echt opkomen. Het is bijna make America great again. Want hij wil echt opkomen voor de middenklasse, de armoede. De mensen echt weer centraal stellen. Ja. Niet de corporate multinationals. Dat werd met bedrijfs. Een van de belangrijkste dingen die hem opviel is, dat zegt hij, de samenwerking tussen de staat en de versmelting. Die versmelting. Merger. In feite waar Carlson. Kun je uitleggen wat hij daarmee bedoelt?
Marcel, kijk ik deze Marcel nog aan. Ik weet niet precies wat hij ermee bedoelt. Maar dat is natuurlijk eigenlijk waar het vorige item over ging. Hè. Dus dat ik denk dat we dus in een tijd leven waarin het grootkapitaal, de BlackRocks en de Vanguards en de Pfizers van deze wereld, dat die samenwerken met overheden om gewoon vanuit een gezamenlijk belang. Hè. Dus die bedrijven hebben natuurlijk gewoon belang van veel geld verdienen. De thema's die ze aanpakken, zoals COVID of klimaat, die zijn vaak ook voor de overheden weer interessant. Omdat ze moeten. Sterke overheid heb je nodig om het klimaat te reguleren en COVID onder controle te krijgen. Dus trekken ze op in een gezamenlijk belang. Ja. Ja. Dus dat bedoelt hij met die versmelting. En dat is denk ik ook wel het probleem van deze tijd. Dat is waarom wij burgers onze vrijheden verliezen en steeds meer belasting moeten betalen. En steeds meer een zeggenschap hebben over wat er politiek wordt gedaan. Ja, het loopt nu uit de hand, want het militair-industrieel complex is in Amerika eigenlijk al decennia oud. Hè? Ook met de Kennedy. Ja, geschiedenis, daar hoort het ook heel erg bij. Nu heb je ook nog het bedrijfsleven wat erbij komt kijken en ook de farmaceutische Big industrie. Pharma. Dus eigenlijk loopt het nu zo uit de hand, omdat het ontzettend consolideert en die belangen overeen gaan komen. Dus het is echt wat dat betreft een machtsblok. En de instituties van de Amerikaanse overheid, daar werken zo ontzettend veel bureaucraten. Die zitten daar hun hele leven. Dus als jij voor de overheid werkt, dan zit je daar je hele leven. En dat apparaat wordt ingezet om alleen maar die belangen te behartigen. Dus het zal heel moeilijk worden voor een beetje ceremoniële positie als president. Dat zag je ook bij Trump. Die kon wel wat doen, hè, maar niet zo heel veel om daar. Krijgt ze ambtenaren niet mee, hè? Zelfs niet als het gewoon republikeinen zijn, begreep ik. Ja, precies. Dus dat maakt al bijna niet meer uit, inderdaad. Dat noemen ze dan de Uniparty in Amerika. Dat is eigenlijk gewoon één partij, maar je hebt de illusie dat je nog iets te kiezen hebt. Ja. En de Democratic National Convention gaat dan straks interessant worden, omdat zij voorheen ook heel veel geschikte en populaire kandidaten, zoals Bernie Sanders, Tulsi Gabbard, die zijn op het laatste moment ook op een sneaky manier, zeg maar, weggehaald. Ik ga even terug naar de kandidaatschap van Robert F. Kennedy. We zien hier een tweet van New York Times met de aankondiging over zijn presidentschap. Of in elk geval dat hij zich verkiesbaar stelt. En dan zie je ook meteen dat hij wordt weggezet als antivaxxer. Iemand die kritiek uit op het coronabeleid. En ook als iemand die dan anti-wetenschap zou zijn. En daarnaast zien we nog een aantal andere kandidaten die zich hebben opgegeven. Rechts onderin zien we Joe Biden is expected to run. Maar inmiddels is al duidelijk geworden dat Joe Biden inmiddels 80 jaar zich weer kandidaat stelt. Ja, tot zijn 86ste kan hij straks demente Joe blijven spelen. Ja, 2 keer 4, 88. Ja. Ja, ja, ja. Het is, wat je hier in deze tweet heel duidelijk ziet, en dat is, ja, ik vind dat wederom dat beklemmende DDR-gevoel. Dat is hem nu al zo, dat framen, hè, dat in een hoek drukken, vastzetten. Als je naar Wikipedia lemmen gaat, dan staat er in de eerste zin bij Robert F. Kennedy, staat er al conspiracy theorist. Ja, hè? Theoreticus. En ja, dat is ongekend, want dan heel veel mensen denken, oh, dan hoef ik niet meer verder te lezen. Nou, ik daag je uit, lees maar eens die hele lemma langs. Dan zul je groot respect krijgen voor de track record van deze Kennedy. Dus die truc, het wordt gewoon continu natuurlijk gepleegd. Wappies, complotdenkers, noem het allemaal maar op. Het helaas werkt het voor heel veel mensen nog, dat ze dan meteen inderdaad stoppen met denken en die kant op kijken. Dus ik ben heel benieuwd hoe die cue deze, hoe het gaat nu Tucker weg is. In hoeverre denk je dat hij zal concurreren met Joe Biden? Ja, dat is een goede vraag. Want die gaat hij zo overheen, dat kan niet anders. Het is, je hebt er al vertrouwen in. Ja, dat wel. Nee, ja, komt Biden, daar geloof ik echt niet meer in. Het is, welke andere kandidaten zich bij de Democraten zullen melden, dat zullen we wel gaan zien. En dan heb je waarschijnlijk weer de gekochte presidenten. Dat is toch de hele tijd wel de indruk die ik inmiddels ook wel heb. Ik ben bezig met een boek uitgehold, van haven tot gort. En dat is eigenlijk een memoir. Ik pak hem terug vanaf ongeveer eind jaren 80, begin jaren 90. En ja, ik realiseer me dat we zoveel leugens hebben gehad. De Irak-oorlog is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van. Maar al die oorlogen, al die neocons die de hele tijd lopen te rommelen, nu in Taiwan, Sudan, Oekraïne, het is echt ongelooflijk. Ik kan er heel slecht tegen dat ik het zo weinig over hoor. Kun je dat even uitleggen? Hm?
NEO? De NEO-cons. Het is van grootste belang. Dat benoemt ook heel duidelijk. Tucker had het er ook al over. En dat is heel duidelijk waar. Robert F. Kennedy het over heeft. Het zijn de Wolfowitz, de Brzezinski-doctrine destijds. Het zijn de neoconservatieven, de Hawks, de Haviken, die eigenlijk al, en Jeffrey Sachs, zeer aan te bevelen om hem eens het op te sporen wat hij allemaal te zeggen heeft. Dat is notabene een adviseur geweest op de hoogste niveaus ter wereld. Die kent ook al die mensen en die beseft zich eigenlijk hetzelfde als ik van, hey, ze hadden dit programma. Zijn ze eigenlijk al zo begin jaren 90 bij die val van de muur, zijn ze met dit programma al begonnen om anti-Russisch, om weer dat ijzeren gordijn opnieuw op te hangen, maar dan iets dichter tegen de Russische grens aan. Dat NATO uitbreiden, hè, dat verhaal. Om welk belang hebben we dat eigenlijk gedaan? Het is fascinerend om die hele geschiedenis eens opnieuw af te pellen. Want die is eigenlijk ook door mij te onderbelicht gebleven. Ik ben er bij Zembla in 2003 toevallig even mee bezig geweest. Ik schrok me toen het apenzuur, toen ik hun programma las. Dat heette Program for a New American Century. Waarin ze gewoon keihard zeggen, nou, we moeten naar de goedkope olie, we moeten aan regime change doen, de puppetjes neerzetten, zodat Amerika door kan gaan. Ja, waar Robert F. Kennedy Jr. voor staat, heeft hij aangegeven in zijn 2 uur durende speech, is het sluiten van de militaire basissen die ze hebben in andere landen, volgens mij iets van 800 basissen, terughalen van alle Amerikaanse troepen. Ja, en op die manier hoopt hij dan een fatsoenlijke democratie neer te zetten. Maar laten we even luisteren in zijn eigen woorden. And I'm going to bring the troops home, and I am going to start. I'm going to close the bases, and I'm going to start investing in the United States middle class in our country, and I'm going to make us an exemplary democracy again. Ja, ze hebben ook een basis in Sudan. Daar wil Rusland nu ook een basis gaan neerzetten. Nobele vooruitstrevendheid om al die militairen weer terug te halen en die kampen weer af te bouwen. Maar is Amerika ook niet gewoon heel erg afhankelijk van oorlogseconomie? Nou ja, ik mag hopen dat hij kantelt het echt om. Hij haalt zelfs zijn grootvader aan. Die heeft gezegd, dat is ook ergens in die speech, we moeten gewoon voor zorgen dat Amerika gewoon een sterke economie heeft en dat we ons land heel goed beschermen als een fort. Ja, maar waar draait heb je militairen. Maar wat hebben we te zoeken met al onze militaire bases overal in de wereld? Dat trekt hij terug. Nou, dat is echt historisch als dat zou lukken natuurlijk. En we maken nu de kant. Trump zei dat ook al wel, hè? Ja, dus die kreeg dat niet gedaan natuurlijk. Nee. De belangen zijn natuurlijk heel groot. Ja, dat is inderdaad dat complex waar we met alle over hebben waar Big Pharma bij aangesloten is. Je hebt twee kanten, want er zijn onder zijn presidentschap geen nieuwe oorlogen begonnen. Ja. Dat zou in ieder geval al wat schelen als er niet iedere keer weer. Nu zie je ook weer de sancties die over de hele wereld worden uitgedeeld door Amerika. Ja, het is eigenlijk een situatie van verval, maar dat is voor de middenklasse in Amerika al heel lang het geval. Dus ik zou zeggen, dit zijn hele mooie. Het is een heel mooi streven, maar ik weet niet hoe jij dat ziet. Want het presidentschap is in mijn ogen grotendeels ceremonieel. Dat het toch. Hij zou misschien wel wat kunnen betekenen dat er niet nieuwe oorlogen worden gestart, dat het niet nog erger wordt. Maar ik denk niet dat hij. Nou, goed. Ik hoop dat hij staat voor een beweging. Wat mij trouwens opviel, is dat hij in augustus 2020, stond hij al bij die demonstratie in Berlijn, hè, tegen COVID, waar naar waarschijnlijkheid 500.000 mensen waren, waar we hier nergens een snipper nieuws van hebben gezien. Stond hij ook op het podium. Ja. Dus hij doet het uit een intrinsieke motivatie. Een beweging op gang zou kunnen komen achter hem. Achter de Redacted, dat heeft er ook heel veel over. De peace waar zijn de vredesbewegingen die we in de jaren 80 wel hebben gezien, hè, tegen kernwapens en vredesdemonstraties? Waar zijn de oproepen in Oekraïne voor vrede, voor onderhandelingen, voor een stop aan deze ellende. Ja. Zijn niet. En hij vertegenwoordigt de kleine stromen nog. Maar alles begint klein. Alle nieuwe begint klein. Ja. Ik heb er echt hoop van als ik dit zie. Er is nog tijd, want het is, de verkiezingen zijn 18 maanden. November volgend jaar. 2024, duurt nog even. Ja. Maar hij wil dus echt wel fundamenteel gaan structureren, herstructureren. Denk je dat hij daarmee kiezers gaat krijgen? We zullen het merken. Ik hoop dat kiezers toch ook zeker met het wegsturen van Tucker Carlson toch ook eens een keer na gaan denken van, wait a minute, wat gebeurt hier eigenlijk? En ik neem aan dat Tucker wel een nieuw programma, een nieuw platform zal beginnen op zijn manier. Dus dat geluid zal toch niet verstommen.
Nee. Maar is dit een eerste aanwijzing dat die woke-agenda, die vooral bij de Democraten zit, dat die een beetje begint te kantelen? Denk ja, nou, dat wordt wel die 14% die dus nu al voor Robert F. Kennedy gaat. Daarvan is inderdaad dat die zijn dat gedeelte van de Democraten wel genoeg. Ja, klopt. Dat werd vanochtend nog wel de redacted gezegd. Ja. Trump tegenover Kennedy. Dat zou nog wel eens kunnen gebeuren, hè? Dat die tegenover elkaar gaan staan. Hoe speelt dat zich uit, denk je? Ik denk dat ze op een bepaalde manier wel respect voor elkaar zullen hebben. Het is, ze hebben allebei de onvoorspelbaarheidsfactor. Ja. We hebben geleerd dat dat in Amerika niet zo handig is. Nee, dat brengt risico's. Niet alleen in Amerika trouwens. Nee, ja, precies, de wildcard. In Amerika noemen ze dat unhinged, hè? Dat iemand niet onder controle te houden is. Dat hebben we nu natuurlijk wel een beetje nodig. Dus op welke manier, op alle manieren is dat welkom. Links, rechts maakt ook niet meer zoveel uit. Het gaat er gewoon om dat de gewone burger een beetje beschermd gaat. Nou, hij is ook echt wel links. Dat zal mijn buurman zo meteen wel even zien. Dus leuk om het item... Speciaal voor mij, het volgende item. In het verleden stond hij ook wel bekend als iemand die zich heel erg hard maakte voor de klimaatagenda. Er circuleert ook een video online waarin hij vrij heftige uitspraken doet. Laten we heel even gaan kijken en dan daarna samen erop reflecteren. I think they should be in jail. I think they should be enjoying 3 hots and a cot at the Hague with all the other war criminals who are there. What about politicians, people who deny, who express skepticism? I think they're selling out the public trust. And, I think those guys who are doing the Koch brothers bidding and who are against all the evidence of the rational mind are saying that global warming doesn't exist, that they are contemptible human beings, and that, I wish that there were a law you could punish them under. I don't think there's a law that you can punish those politicians under, but I think the Koch brothers should be prosecuted for reckless endangerment? Absolutely. That's a criminal offense, and they ought to be serving time for it. Nou, als ik het heel plat moet zeggen, dan wil hij jou dus in de gevangenis hebben. Ja. Water en brood in Den Haag. Dus dat is in ieder geval nog een beetje dicht bij alle andere oorlogsmisdadigers. Nee, maar ik kende dit fragment inderdaad. Ik ben echt verrast dat jullie dit ook geselecteerd hadden. Maar ja, ik denk wel van, gast, voordat jij mijn stem zou krijgen, moet je wel even bijgepraat worden natuurlijk. Hè? Ja. Maar ik vraag me ook af of hij nu bereid zou zijn, zeker na zo'n boek. Ja, hij heeft nu zoveel corruptie gezien in de medische wetenschap, dat hij misschien nu toch wel iets genuanceerder ook zal gaan denken over klimaatwetenschap. Maar ja, hij heeft ook stemmen nodig. Met de video. We vallen echt midden in een gesprek. We hebben geen context, dus misschien kan je die ook nog even geven in dat wat je wilde zeggen. Nou, ik denk dat ik zou eigenlijk het hele item wel eens willen zien, want hier lijkt iets geknipt te zijn. Ik heb te vermoeden dat hij het met name heeft over die gebroeders Koch. Nou, daar kun je inderdaad wel hele kritische dingen over zeggen in Amerika. Ik weet niet hoe jij erover staat. Ik sta een beetje tussen Extinction Rebellion en Marshall Hinds, zou ik maar zeggen. Ik ben absoluut geen klimaatontkenner. Maar ik snap wel... Ik ook niet, hè? Nee, ik ook niet. Klimaatscepticus, en dat vind ik belangrijk, dat er is, hè, dat debat. Dus dat is, en in zoverre ben ik het wel met jou eens. Dat kan niet anders dan dat hij vrij zal zijn. Omdat het debat... ik denk niet dat hij jou bedoelt. Ik denk niet dat hij klimaatsceptici bedoelt. Ik denk echt dat hij die extreme fossiele figuren in Amerika, zoals de gebroeders Koch, die heel erg ook beïnvloed, hè? Ook heel erg tot die, als dan de deep state, of hoe je het moet noemen, zou behoren, dan zit dat daar ook bij. Ja. Maar ik zag het dus rechtsonder. Dit komt uit Climate Hustle. En Climate Hustle, dat is gemaakt door Mark Morano. En Mark Morano is een van mijn collega's, zou je kunnen zeggen, in ieder geval uit het kleine netwerk van klimaatcritici dat er in de wereld bestaat. En ik bedoel, ik ken dat netwerk vrij goed vanuit Clintel ook. En Mark Morano is dus echt zo iemand, die gaat gewoon ook zijn opponenten interviewen. Hè. Jij zei dat ook voor deze uitzending. Ik bel gewoon aan, ik ga gewoon naar mensen toe. Hè. Dus ook als ik met onwelgevallige vragen. En dat vind ik het leuke aan Mark Morano. Dus deze film is gemaakt door een klimaatscepticus. Ja. Maar die heeft hem wel aan het woord gelaten om gewoon om te laten zien hoe mensen denken over onze soort, zeg maar.